We gaan de celhouders voorbereiden met het nummertje van het volk waarvan we gaan overlarven. In dit geval volk 36. Zodat we goed weten welke koninginnen van welk volk zijn straks. We hebben 10, 12 nodig. Ik zal het eerst voorbereiden. Zo. In al die dopjes, in al die celhouders komt een kunstcelletje. Een kunstcelletje. Dat heeft dezelfde grootte ongeveer als een koninginnencel van binnen, die erbij je zelf zouden bouwen. En daarin leggen we straks dat larfje met dit pipetje. Haal hem uit het broed. Zit hier op dat dingetje. Leggen we hem hierin. Dan zit hier een soort afschuifsysteempje. Waarmee we hem dan in dat celletje afschuiven. In dit geval maken we 5 series van 16 koninginnen, dus 80 koninginnen. En dat doen we dan morgen nog een keer. En over 2 dagen nog een keer. Zo maken we grote series koninginnen. Die koninginnen doen we allemaal in een mini-plusje, een klein bijenvolkje. Die laten we even sterk worden van eigen broed. En dan gaan we ze over een maandje of 2 geven we ze 150 veroa's, van die veroa-meiten. En dan weer 10 dagen later meten we hoeveel van die veroa's er nog zijn. Eigenlijk hoeveel van die veroa's. Niet schoon. Hoeveel van die veroa's reproduceren. Dus hoeveel van die veroa's kunnen nou baby's maken. Nieuwe vrouwas maken. En wat we zoeken zijn volken die voorkomen dat die vrouwas zich reproduceren. Die vrouwas zelf mogen er wel zijn, liever niet, maar dat is nog niet zo erg. Want die sterven dan vanzelf uit als ze zich niet kunnen reproduceren. En die bijen doen dat eigenlijk, tenminste, er zijn verschillende technieken die de bijen gebruiken. Maar een van de technieken die de bijen gebruiken is, en de techniek waar wij ook op selecteren, is vrouwas sensitieve hygiëne. Dat betekent dat de vrouwa ruikt, sensitief is voor de reproductie van de vrouwameid. Die weet dat er baby's zijn in dat celletje. Maak je dat celletje open, haalt hij de larf met de familie, vrouwa-familie eruit. En door dat doorbreken van die reproductie, van de voortplanting van de vrouwa, ontstaat vrouwa-resistentie. Hier staan onze VSA-tiltvolkjes. Van deze volkjes gaan we nu weer overlarven. We hebben 5 uitgekozen waarmee we de eerste overlarving gaan doen, waaronder dit volkje 72, ook nog een aantal andere. Dit is een van de volkjes die we geselecteerd hebben voor de nateelt van de vrouwa resistentie teelt. We gaan hier nu 1 raampje met jong broed uithalen. Dat moeten larfjes zijn die net vandaag uitgeloven zijn, uit het eitje gekomen zijn. Laat gisteren mag ook wel, dan zijn ze ongeveer een dag oud, dan zijn ze ideaal. Een halve dag tot een dag oud, die zoeken we. Die zijn wel erg klein, moeilijk om te zien. Maar goed, je ziet meestal dat er eitjes zijn. En dat dan de eerste rij na die eitjes de jongste larfjes zijn. En daarna dan weer de oudere larfjes zijn. Dus je kunt het ook gewoon beredeneren wat de jongste larfjes zijn. Het zijn eigenlijk de larfjes die je eigenlijk bijna niet ziet. Die zijn nog een beetje transparant en die liggen in de sap. En dan zie je ze niet. Nou, het eerste raampje heeft eitjes en gesloten broed, daartussen weinig. Dus die slaan we even over. Het tweede raampje. Ja, daar zie ik zeker wat jonge larfjes en wat eitjes, dus dat is gunstig. Ja, die kant ook. Ik hoef er eigenlijk maar 10 te hebben. En die ga ik hier zeker vinden. Ja, dit is een goed raam. Kijk nog even op het volgende raam. Ja, nou, ik blijf toch bij die tweede. Die is prima. We nemen deze mee.
Zo'n raampje sla je normaal af, alleen als je de larfjes ervan wil hebben, doe je dat niet. Want dan schud je eigenlijk die larfjes in de cellen. En dan liggen ze niet meer mooi. Dat is dan ongunstig. Een beetje wildbouw hieraan. Of wildbouw, het is geen wildbouw natuurlijk, onderbouw. Wat is wild? Bijen bouwen nooit wild. Bijen bouwen. Zijn ruimtes bouwen ze. Kijk maar. Dan vegen we ze af. En dat raampje nemen we mee. Dan zit hij erin. Doen we hem in dit bakje met een nat doekje. Larfjes hebben niet zo'n probleem met temperatuur, hoewel het vandaag een heerlijke temperatuur is. Maar je kunt die larfjes best een paar uur bij normale temperatuur, zeg 20 graden, goed houden. Maar uitdrogen is dodelijk. Dus ze moeten altijd vochtig blijven. Ik maak nu maar een kleine serie, dus ik ga gewoon even buiten zitten, heb ik goed licht. Grote series maakt, dan zorg ik voor een goede lamp. Maar nu met het zonnetje in mijn rug heb ik eigenlijk heel goed licht. Ik kan het heel goed zien. En dan zie ik hem heel mooi liggen. Mooi in de gelei, in de Royal Jelly. Ik weet niet of je dat op de film kunt zien. Dan doe ik hem in het cupje. En dan schuif ik hem in het midden en vanaf. En dan ligt hij er heel mooi in. Even controleren hier de larfjes die niet zijn aangenomen. Hebben we nog een keer overgelarfd en nieuwe larfjes gegeven, zodat we een volledige bezetting hadden. Er waren hier maar twee niet aangenomen. Dus op zich een goede aanpak. En dan hebben ze hier nog één. Ik dacht dat er al nog eentje was. En dan doen we dan een nieuw larfje, zodat die weer aangenomen kan worden door de bijen. Je kunt van bovenaf al zien, ik weet niet of het op de camera ook te zien is, of de larfjes zijn aangenomen. Hier bijvoorbeeld zie je heel duidelijk dat het wit is. Dat betekent dat ze de bijen dit celletje hebben gevuld. En je ziet dat ze daar al een mooie dop aan het uitbouwen zijn. En dat in die dop daar ligt dan dat larfje, goed verzorgd. In de Royal Jelly. En als je dan een dopje bekijkt die niet is aangenomen, daar heb ik er net eentje van uitgehaald. Even kijken, ja, dan ziet dat er zo uit. Dan zie je dat ze daar wel een beetje hebben gebouwd. Ze hebben hem eigenlijk schoongepoetst, dat larfje opgeruimd. En die is dus niet gelukt. En dat kun je eigenlijk van de boven, vanaf de onderkant zien. En dan kijk je er eigenlijk doorheen, dan is die hel. Dus als dit wit gevuld is, dan kun je van de bovenkant zien. Op de film misschien een beetje moeilijk. Nog eentje proberen. Deze bijvoorbeeld is wit. En dit is net een nieuwe. Daar kijk je nog doorheen. Dus dan kun je van de bovenkant al zien of het larfje is aangenomen of niet.